Dames en heren, ik verzoek u te gaan staan. We zijn in deze vergadering bij elkaar gekomen om het belang van Stijn en zijn inwoners te dienen. Daarbij zijn geloofs- en levensovertuiging waardevolle en onmisbare bronnen waaruit mensen kunnen putten en waaraan zij inspiratie ontlenen. Wij doen ons bestuurlijke werk zonder dat wij onze individuele ideeën boven die van een ander stellen. Respect voor andere ideeën vormt een onlosmakelijk onderdeel van ons werk. Dank u wel. Dames en heren, daarmee hebben we de opening gedaan van deze oordeelsvormende raadsvergadering. Misschien toch nog goed om even kort toe te lichten wat we vanavond gaan doen, maar dat is voor iedereen natuurlijk nieuw. We gaan dadelijk gewoon de agenda vaststellen zoals te doen gebruikelijk. Dan kijken we of er insprekers zijn, maar daar heeft zich niemand voor gemeld. En dan gaan we over naar de raadsvoorstellen 4 en 5. De spreektijden zijn aangegeven. De bedoeling is dat u vooral het debat met elkaar voert. Er mogen zeker nog vragen gesteld worden in het college, maar niet van technische aard, want die hebben we in de beeldvormende vergadering gehad. Daarna gaan we met elkaar kijken of we voldoende kunnen tot een besluit zouden kunnen komen. Nou, betekent dat dan de agenda moet opgemaakt worden voor de besluitvormende vergadering. Betekent dat we tussentijds ook even moeten schorsen. Want de griffier zal dan even de agendapunten waarvan we zeggen die zijn rijp voor besluitvorming even kort aan de agenda toevoegen. Dan schorsen we even kort en heropenen de vergadering voor de besluitvorming. En besluitvorming is echt besluitvorming alleen bij moties of amendementen wordt nog het woord gevoerd. En anders gaan we meteen over tot besluitvorming. Dus vooral nu bij de oordelingsvorming is de bedoeling dat u het debat met elkaar voert. Is dat voor iedereen voldoende helder? En als er vragen zijn, stel ze gewoon even tussendoor, want het is voor iedereen misschien nog even zoeken naar hoe en wat. Akkoord? Prima, daarmee hebben we in ieder geval de opening gedaan. Kijk naar de agenda. Zijn er op- of aanmerkingen bij de voorliggende agenda? Dus kunnen we die ook vaststellen, dank u wel. Er zijn geen insprekers. Ik moet trouwens wel nog aangeven, dat heb ik verzuimd, dat we bericht van verhindering hebben ontvangen van mevrouw Meijers, dan zou ik dat niet vermelden. Het is in ieder geval goed om dat even aan te geven. En ook de heer Van Leuken is afwezig. Gaan we over naar raadsvoorstel vaststellen, jaarrekening 2016, NV Theodora. En ik kijk even wie daarover het woord zou willen voeren. Ik kijk even naar de linkerkant. Ik zie geen handen. Ik kijk even naar de rechterkant. Alleen de heer De Vries zie ik. Geef het woord aan de heer De Vries. Ja, het hoeft niet lang te duren. In de vorige week heb ik daar vragen gesteld. Die heb ik daarna schriftelijk herhaald. Die vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. En we hebben een gecorrigeerde jaarrekening gekregen. Dus wat mij betreft kan het gewoon dadelijk naar de volgende vergadering. Ik had wel een opmerking of die vragen en de antwoorden ook nog bij de stukken komen in, bij deze oordeelsvormende vergadering. IBAF, want ze staan er niet in. Maar ik zou eigenlijk verwachten dat ze wel erin zouden moeten staan. De gecorrigeerde jaarrekening zat er wel bij. Ja, zullen we even opnemen dat ze in ieder geval worden toegevoegd. Voor de rest niemand vragen of opmerkingen. Dan ga ik ervan uit dat we dit agendapunt kunnen doorvoeren. Dan had ik naar de besluitvormende vergadering. Kijk even rond, dat is akkoord. Dank u wel. Kunnen we over naar het raadsvoorstel budget verhogen voor vluchtelingenwerk. Kijk even wie er over het woord zou willen voeren. De heer Dome in ieder geval. En de heer Koumans en de heer Meijers. Begin ik bij de... Oh, sorry, de heer Boers. Begin bij de heer Meijers. Het woord is aan de heer Meijers. Ja, voorzitter. Ja, met name om de statushouders binnen onze gemeente. En wat ik op de eerste plaats wil opmerken is dat er op een aantal terreinen daar uitgaven en inkomsten zijn. Denk maar aan integratie, participatie. Denk maar aan leerplicht, schoolvervoer, onderwijs. Voor- en vroeg schools onderwijs. En zo kan ik nog wel even doorgaan. We hebben een beleidsnotitie vluchtelingen en statushouders vastgesteld in mei 2016. Daar hadden we ons een aantal doelen gesteld. En niet het voorliggende voorstel voor die 50.000 euro, dat kan onze goedkeuring hebben. Dat heeft verder ook geen probleem. Maar aanvullend zou ik toch willen vragen aan het college
Kunt u ons nou aangeven hoeveel statushouders wij op dit moment binnen onze gemeente in zo'n totaliteit gehuisvest hebben? Want dat is mij in elk geval niet geheel duidelijk geworden, ook niet uit de beantwoording van de stukken. En vervolgens ook een overzicht van mensen die voldoen aan de eisen en dat in relatie tot de tijd die daarvoor staat. Men moet binnen een bepaalde termijn aan die inburgeringsverplichtingen voldoen. Of dat ook gebeurt binnen onze gemeente. En vervolgens zou ik willen vragen om van dat hele vluchtelingenwerk, dat pakket, eens een keer goed op rij te zetten. Een integrale benadering van wat doen we nou? Waar staan we nu? En dat we daar jaarlijks een voortgangscontrole over krijgen van hoe nou de ontwikkeling is. Want ik was redelijk geschrokken, mag ik u zeggen, van het feit dat ik zag dat er toch al geruime tijd hier statushouders gehuisvest worden. En dat 60% van het gescreend aandeel, dat waren 103 personen, statushouders was. Met andere woorden, die nog van werk verstoken zijn. En ik denk dat mensen die hier al een geruime tijd wonen, toch langzaam maar zeker moeten integreren binnen die samenleving en ook moeten kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en welk beleid de gemeente voert om die mensen zo nodig via de ladder van vrijwilligerswerk bijdragen aan de samenleving en zo vervolgens uiteindelijk naar een uiteindelijke werkplek toe te leiden. Want integreren en participeren binnen een samenleving doe je natuurlijk als je de taal spreekt en uiteraard ook als men de beschikking heeft over arbeid. Dus ik zou meer willen vragen en pleiten bij deze raad voor een integrale notitie, dat wij dat kunnen blijven volgen, dat we de situatie nu opnemen en dat we binnen een jaar eens evalueren van hoe is nou de voortgang in dat hele proces op tal van onderdelen van dat statushouders. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Komans. Dank u wel, voorzitter. We hebben in de vorige sessie over dit onderwerp onze vragen gesteld. En ik moet zeggen, we hebben voor wat betreft het stuk, het raadstuk wat nu voor ligt, naar onze antwoorden gekregen op die vragen. Ik ben daarover tevreden. Ik heb even geluisterd naar het verhaal van mijn collega, de heer Meijers. En ik moet eerlijk bekennen, ik mis in dit verhaal rond de statushouders in relatie tot het budget wat gevraagd wordt, mis ik niks. Dat is in orde. Dat zegt de heer Meijers ook min of meer. Maar ik ben evenzo ook geïnteresseerd in dat traject naar werk. Ik denk dat we dat toch even moeten knippen en daar nieuwe afspraken over maken. Dat tweede. Wat betreft het krediet zijn wij akkoord. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Boers. Dank u, voorzitter. Heel kort. Ik had een vraag, maar die is inmiddels, zonder dat de wethouder aan het woord is geweest, al beantwoord. Dus dat schiet op. En verder kan ik zeggen dat wij akkoord zijn met het raadsvoorstel. Dank u wel. Het woord aan de heer Domen. Dank u wel, voorzitter. Allereerst doet het de DOS-fractie goed dat we, gezien de opdracht die we hebben om statushouders te huisvesten, voldoen aan datgene wat het Rijk ons oplegt en daar niet achterlopen. Voorzitter, onze DOS-fractie vindt wel ook dat statushouders zo goed mogelijk moeten integreren in de plaatselijke gemeenschap. Dat moet zowel gebeuren bij de vestiging in onze gemeente, daarna in de buurt waar men terechtkomt en daarna moet geïntegreerd en liefst ook geparticipeerd meegedaan worden in de Stijnse gemeenschap. Dat is het streven. Zoals ik al in de beeldvormende vergadering gesteld heb, is het de DOS wat dat betreft wat waard dat we investeren in die statushouders. Vandaar ook dat we ook met dit voorstel akkoord gaan. Maar we willen ook, en de eerdere sprekers hebben dat ook gezegd, echt integreren. We willen dat goed kunnen volgen. En dan zullen er ook gerichte taalopleidingen moeten komen, zodat die mensen, liefst gekoppeld met een beroepsopleiding, echt aan de bak kunnen, werken kunnen. Want zoals de demografische gegevens dat zeker in onze gemeente ook laten zien, is dat ook keihard nodig dat die mensen gewoon ingezet worden in het arbeidsproces om wat dat betreft ook de economische ontwikkeling te laten floreren. Dan moeten de mensen toegeleid worden naar werk en liefst zo weinig mogelijk van deze mensen in de bijstand terechtkomen en blijven.
Om dit te bereiken zouden wij zelfs, indien dat noodzakelijk is, extra willen investeren. Kost gaat voor de baat uit. Wij betalen liever gelden die besteed worden aan taal, beroepsopleiding, etc. voor deze mensen, dan te lang in de bijstand houden. Dat kost de gemeente ook veel geld. Het zal wel op een gerichte en beleidsmatige, anderen hebben er ook over gepleit, wijze moeten gebeuren. Dan moet je je gegevens bij de hand hebben. Dan moet je ook weten wat we precies willen en wat het ons waard is. Dus daar kunnen we mee akkoord gaan. We hopen ook dat dat toch ook tijdens de wethouder toegezegd kan worden. Voorzitter, en dan hebben we hier te maken met een beleid ten aanzien van de vrijwilligersorganisaties. Want vrijwilligers worden ingezet om dit doel te bereiken. Dat blijkt uit de stukken die we gekregen hebben. En vrijwilligers zijn er ook nodig. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers in Stijn die ook, wat dit betreft, meewerken aan het begeleiden en het integreren van die statushouders. Voorzitter, we hebben ook gezien dat in het kader van het Rijksbeleid de inburgeringscursussen niet meer verplicht door de ROC's verzorgd worden, maar dat dat een spel is van vrije aanbod op de markt. We hebben het zo gek gemaakt in de liberalisering in de vrije markt in Nederland, dat een asielzoeker die pas binnen is hier zelf moet inkopen en zelf moet kiezen zonder dat hij het rechtssysteem, de manier van handelen, de manier hoe iets moet beoordelen, kent. We hebben ook geconstateerd de afgelopen jaren dat de resultaten van die inburgeringscursussen flink achteruit gehold zijn. Nog niet meer 30% van de inburgeringscursussen wordt positief afgesloten. Dat komt natuurlijk omdat die mensen vaak kiezen voor een aanbieder van een product die het zo goedkoop mogelijk is, want ze moeten dat terugbetalen. Maar daardoor zie je ook malefiede bedrijven die opleidingen gaan verzorgen. En daardoor hebben we ook gezien dat er heel veel wildgroei gekomen is en weinig controle daarop is met betrekking tot of men voldoet aan de eisen die toch aan opleiders gesteld mogen worden. Voorzitter, wij hopen dat in Stijn toch op een goede manier die mensen begeleid worden om een goede opleiding en cursus voor taal en beroep te kiezen. We vinden het wel wat vreemd dat de organisatie waar wij mee werken zowel die mensen begeleidt in hun integratie en in hun participatie en tegelijk ook die producten in de markt zet. De slager keurt zijn eigen vlees. We vinden dan ook dat we niet iedereen volgt daar de opleidingen bij Vluchtelingenwerk, maar dat men wel ook in die advisering en zeker ook in datgene wat de gemeente daarin doet, duidelijk moeten kijken dat ook andere goede met blik op werkcertificaat gevestigde bedrijven, die ook zelfs in onze eigen gemeente zijn, ook daar een rol in zouden moeten kunnen spelen. Kortom, wij vinden dat we daar ook echt de keuze moeten maken en die mensen ook dusdanig moeten begeleiden dat ze ook daadwerkelijk goede taallessen krijgen, daadwerkelijk hun diploma taal behalen en daadwerkelijk ook aan de bak komen met dat diploma in werk. We hebben gezien bij de VDL bijvoorbeeld dat daar taal een van de belangrijkste eisen is om op de werkvloer daar terecht te komen. Nou, dat is niet alleen bij VDL zo, dat is bij menig werkgever. Ook menig werkgever die binnenkort smeekt om personeel, smeekt om goed geschoold personeel. Kortom, we hopen dat van meerdere kanten eigenlijk ook dat vluchtelingenwerk op een goede manier gedaan wordt. En we moeten toch ook constateren, als we de cijfers bekijken wat het vluchtelingenwerk ons kost, dat er hoge coördinatiekosten bij deze stichting zijn. Ik ga er nu niet te ver op in, maar ik vind wel dat we daarop moeten letten dat niet bij dit soort vrijwilligerswerk de coördinatiekosten de pan uitreizen. En voorzitter, de vrijwilligers krijgen ook een vergoeding. In andere vrijwilligersfactoren is dat vaak ook niet het geval. Kortom, kijk er eens allemaal goed naar. Maak er gericht beleid op. Kun je langzamerhand gaan afronden, want u bent echt ruim over de 3 minuten heen. Oh, had ik niet in de gaten. Goed dat u dat zegt, want ik ben eigenlijk klaar. We streven er dus naar op een goede beleidsmatige manier vrijwilligerswerk met zo beperkt mogelijke kosten, maar wel investeren in de mensen van de grond te krijgen. Dank u. Dank u wel. Ja, ik constateer grote overeenstemming in ieder geval voor wat betreft het voorliggende voorstel. En inderdaad, eigenlijk een bijkomende vraag. En die heeft door de heer Meijers geopperd en door een aantal anderen van u eigenlijk herhaald. Zouden we breder eigenlijk, zeg maar even vrij vertaald, een keer met elkaar van gedachten kunnen wisselen over het onderwerp in zijn totaliteit. Ik geef eerst het woord even aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter, leden van de Raad. Dank voor de brede steun voor het voorstel zoals het nu voor ligt. Inderdaad, vluchtelingenwerk is sinds
halverwege 2016 bij ons voor expertise aangetrokken. Mede door de hoge vluchtelingeninstroom was het bijna niet meer mogelijk op de afdeling WNI om aan de vestiging, de integratie en datgene waar zij eigenlijk voor bedoeld waren, het verder toegeleide naar de arbeidsmarkt, allemaal in één pakket op zich te nemen. Je ziet ook meteen het resultaat van het aantal mensen wat daarna uit de uitkering is gehaald. Dat is verdubbeld in het laatste jaar. Is het dan genoeg? Nee, natuurlijk niet. Het is nooit genoeg. En ja goed, het verdere traject zoals geschetst wordt, want ook wij vinden dat die mensen van begin af aan een goede taalcursus moeten volgen. En als dat gecombineerd kan worden met het toegeleiden naar de arbeidsmarkt, is dat natuurlijk helemaal een dubbele zet. Het is een doelgroep die inderdaad bij ons ook extra aandacht zal gaan krijgen. Ik wil er wel op wijzen, als wij meerdere producten zouden afnemen, dat leidt tot het toegeleiden naar de arbeidsmarkt, dan zal dat inderdaad nog hogere kosten met zich meebrengen, want dat zit niet in product 1 en 2. Maar ik heb al begrepen van zeker de DOS-fractie die zegt, daar waar dat nodig mocht zijn om die mensen nog sneller naar de arbeidsmarkt toegeleiden, dan mag dat ook nog extra geld kosten. Ja goed, de integrale aanpak in het verdere traject van toebegeleiding naar de markt is ook iets waar mijn collega Huub Jansen binnen het sociaal domein over gaat. Ik weet vast en zeker al van hem dat er binnen dat domein al heel veel zaken opgepakt worden en dat die statushouders inderdaad bijzondere aandacht krijgen. En ja, voorzitter, volgens mij is ook collega Huub Jansen niet tegen een behandeling of het op de agenda opvoeren van de integraliteit van het hele vraagstuk. En zal dat zeker aan de orde komen. Het is wel aan de agendacommissie, denk ik, om dat dan op te voeren op de agenda van de beeldvormende raadsvergadering. En voor de rest zijn er eigenlijk niet veel vragen gesteld. Maar dank in ieder geval voor de steun en de onderkenning van de noodzaak voor dit budget, want er is inderdaad hard nodig als we willen dat die mensen snel toetreden tot de arbeidsmarkt. Dank u wel, voorzitter. Ja. Voorzitter, excuses. De heer Meijers heeft nog gevraagd voor het totaalaantal. Wij zullen u dat toen komen. Dat stond inderdaad niet in het overzicht van al die cijfers, maar dat wordt alsnog toegezonden aan u. Dank u wel. En daarbij namens het college begrijp ik, want ik ga er vanuit dat u teruggesproken hebt gehouden met de collega, toezegging dat we in ieder geval even als agendacommissie in afstemming met het college kijken wanneer het onderwerp integraal kan worden geagendeerd. Ik kijk ook even naar de portefeuillehouder. Arbeidsmarktbeleid knikt bevestigend. Ik hoop dat voor u dat voldoende is, want het is zeg maar de toezegging die u vroeg. Kunnen we het onderwerp een keer integraal behandelen? We nemen het mee naar de agendacommissie. Stemmen het college even af op welke termijn dat het zou kunnen. En het wordt dan integraal geagendeerd. Goed, kijk even wie behoefte heeft aan een tweede termijn. De heer Meijers. Ja, voorzitter. Ik denk inderdaad dat die integraliteit ook goed is om dat te beoordelen. Dan heb je ook een beetje, ja, niet alleen van welke problematiek staan we voor geplaatst, maar dan heb je ook beleidsmaatregelen die uiteindelijk er moeten toe leiden dat je de problematiek waarvoor je geplaatst staat ook ziender ogen kunt meehelpen oplossen. En ik ben het met de heer Domen eens dat daar waar je versnellen moet en actie moet ondernemen om zaken vlot te trekken, dat je daar uiteraard dan ook positief in moet zijn. Wil je resultaten bereiken, dan zul je ook moeten investeren. En vaak gaat in dit soort zaken de investering voor de baat. Dat is logisch, maar je kunt niet blijven zitten en wachten en kijken en maar afwachten. Want we moeten ook niet te veel, met alle respect voor het vrijwilligerswerk, maar ik heb gezien dat we met 17 vrijwilligers zijn. Nou, we hebben een hele hoop statushouders die zorg en begeleiding hebben. En voor die mensen is het natuurlijk ook een dagtaak. Dus we moeten ook voorzichtig zijn om daar te veel de nadruk op te leggen. Het zou beter zijn om te streven naar meer vrijwilligers voor dat onderdeel. Maar dat komt tot uitdrukking op het moment dat je de zaak integraal in beeld brengt en met een beleidsplan komt waar je naartoe gaat. Voor het overige ben ik tevreden met de antwoorden zoals die namens
het college gegeven zijn door de portefeuillehouder en wacht met belangstelling het totaal aantal af. Dank u wel. Kijk wie er verder nog behoefte heeft aan een tweede termijn. Mevrouw I. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het mag wel duidelijk zijn dat ik akkoord ben met dit voorstel. Dus voor mij is het gewoon een A-stuk dadelijk, kan doorgaan. En wat ik wel voor pleit is, van dat er ook altijd maatwerk wordt gekeken. Omdat vluchtelingenwerk, die werkt ook met participatietredes. Dus dat er iedere keer wel goed gemonitord wordt in welke, op welke treden een statushouder dadelijk meer naartoe kan. Zodat de participatie binnen de maatschappij, het hoeft niet alleen maar arbeidsmarkt zijn, vrijwilligerswerk, dat dat gewoon goed op maat is en dat ze heel goed in de maatschappij kunnen functioneren. Dank u wel, de heer Domen. Dank u wel, voorzitter. Ja, we krijgen dus inderdaad de toezegging dat er een integraal beleidsplan komt, waarin zowel aandacht is voor taal, arbeidsmarkt, maar zeker ook voor de sociaal-maatschappelijke begeleiding met deze mensen, waardoor ze in de kern, in hun buurt, op een goede manier aan de gang kunnen gaan hier in onze gemeenschap. Voorzitter, ik had nog toch ook gevraagd, maar dat komt misschien dan ook in die beleidsnota aan de orde, om ook goed te kijken naar het verschil in vrijwilligerswerk hier, de beloningen die hier aan vrijwilligerswerk gegeven worden en de coördinatiekosten in relatie tot coördinatiekosten bij andere vrijwilligersorganisaties. Ik denk dat we daar ook in zijn algemeenheid wat lijn op moeten voeren. Ik vind ook niet dat we ons volledig moeten verbinden alleen aan Vluchtelingenwerk Nederland. Er zijn ook andere aanbieders op de markt. Ik denk ook dat daarna gekeken moet worden hoe dat allemaal in elkaar zit naar de toekomst. En niet alleen uitleveren aan één organisatie in dit totale aanbod. Ik hoop ook dat dat meegenomen wordt, bekeken wordt, wat daar de beste weg is om te bewandelen. Ik vind niet dat het helemaal een vrije marktspel moet zijn, maar er zijn ook andere partijen die onderdelen op een goede manier kunnen verzorgen dat het programma dat Vluchtelingenwerk Nederland ook doet. Dus kijk daar ook naar, kijk wat daar de prijzen zijn, kijk daarna, beoordeel dat en kom naar een goede kwaliteitsprijsverhouding. En van daaruit, het gaat om grote bedragen toch, boven de 100.000 euro's, dan moet je ook kijken hoe dat past binnen ons aanbestedingenbeleid in de toekomst. Dat zou ik nog willen opmerken, dank u. Dank u wel. Kijk even naar het college of er nog behoefte is aan een reactie naar aanleiding van de heer Jansen. Dank u wel, voorzitter. Ik wil heel even aan verwachtingenmanagement doen, want ik hoor aan deze kant noemen, probeer het in kaart te brengen, overzichtelijk en inzichtelijk te maken. En ik hoor aan die kant het verhaal van het beleidsplan. Ja, ik weet niet of dat per se de bedoeling was, maar dat is wel als zodanig benoemd. Ik denk dat het voldoende zou moeten zijn, maar dat was het verzoek in eerste instantie. En daar is ook op gezegd, dat gaan we voor u verzorgen, om inzicht te geven in de doelgroep, in de brede zin des woords en hoe de ontwikkelingen op dat gebied zijn in het verleden en naar de toekomst toe. Als we ons daarin kunnen vinden, dan denk ik dat we niet echt over een beleidsplan hoeven te spreken op het gebied van statushouders of vluchtelingen. Maar kijk even naar de linkse kant voor. Voorzitter, ik vind dat als je gegevens op tafel begint te krijgen van iets, dan moet je er ook iets mee doen natuurlijk. En is misschien beleidsplan een heel ingewikkeld woord, maar we moeten daar wel beleidsconclusies uittrekken dan. Hoe gaan we daarmee om naar de toekomst? En niet gewoon ja, alles maar bij Vluchtelingenwerk Nederland neerleggen, om het zo maar te zeggen. We moeten ook onze eigen doelstellingen daar dan aan koppelen. Als dat aan die gegevens gekoppeld kan worden, zodat we daar richtinggevend als raad ook mee aan de slag kunnen. Dat wil ik wel. Ik geef het woord even terug aan de heer Jansen. Ja, voorzitter, ik denk dat als we al eens een keer bij elkaar schrijven wat we allemaal doen op dat terrein, dat we al heel veel informatie hebben en geven en daar ook bepaalde richtingen in zitten. Dus ja, fijn, dank u wel. Goed, ja, ik denk dat het prima is om inderdaad geen verkeerde beelden te laten ontstaan. Dus ik denk helder toegelicht vanuit het college wat u kunt verwachten. En ik denk dat ik mag constateren dat ook dit stuk naar de besluitvormende vergadering gebracht kan worden. Kijk even rond, ik hoor geen mensen die daar tegen zijn. Betekent nu dat we voor 10 minuten even de vergadering moeten schorsen. De Griffie zal een nieuwe agenda maken. Dan kunnen we dan overgaan naar de besluitvormende vergadering. Dank u wel.
Dames en heren, ik verzoek u weer plaats te nemen. Dames en heren, we hebben net even geschorst. Ik heropen de vergadering en we gaan over naar het vaststellen van de agenda. En ik zou in ieder geval aan de agenda willen toevoegen. Ik heb u dat ook even laten weten, het afscheid van de heer Salde. En ik ga ervan uit dat u daarmee akkoord bent. Kijk of er verder nog zaken zijn bij de voorliggende agenda. En de besluitenlijst schuiven we natuurlijk door, totdat we dadelijk weer voltallig zijn. Vraag of opmerking bij de voorliggende agenda? Als dat niet zo is, dan gaan we eerst afscheid nemen van de heer Salde, om vervolgens dan dadelijk de commissie van de geloofsbrieven in te stellen. En ik zou de heer Salde en mevrouw Salde, beide gelukkig aanwezig, even naar voren willen vragen. En dan ga ik toch maar even hier staan. Meneer en mevrouw Salde. Goedenavond. En ik vraag me af hoe het voelt om daar nu zo te staan. En een beetje bijzonder, denk ik toch. En beste Peter, want ik mag dat wel zeggen. We gaan vanavond als gemeentebestuur van de gemeente Stijn afscheid van jou nemen. En als je afscheid neemt, dan zeg je natuurlijk dankjewel. Maar ik vind het ook wel altijd leuk om toch bij een aantal dingen even stil te staan. En er zullen zeker een aantal zaken voorbij komen waarvan je denkt, ik had het kunnen weten dat ze het zou gaan vertellen. Maar goed, laten we even teruggaan. U bent vanaf 1998 raadslid geworden tot 2011. En in 2011 tot 2014 was u wethouder. Nou, en in die periode in ieder geval hebben wij ook nader kennis kunnen maken met elkaar. Want op het moment dat ik binnenkwam als burgemeester, zat Peter, en ik blijf het nu toch maar even zeggen, in het college. En dan maak je toch nog wel wat dingen mee. En normaal gesproken klap je niet uit het college, maar vandaag is een bijzondere dag. U neemt ook afscheid. En dan mag je dat natuurlijk wel soms een beetje doen. En ik weet nog heel goed, ik was volgens mij net benoemd. En toen moest ik naar een kerkdienst. En ja, dames en heren, dan ben je net burgemeester en dan heb je er nog geen flauw idee van dat als je Sanderboutlaan intoetst op je navigatiesysteem, dat je dan even moet nadenken waar die Sanderboutlaan ligt. En ik heb er niet verder bij stilgestaan, ben gaan rijden en ik had natuurlijk maar één ding, ik wil graag tijd in de kerk komen, was een viering van de carnaval en op enig moment stond ik in het industriegebied in Elslo. En ik zag wel een bouwmarkt, maar ik zag geen kerk. En dan slaat toch wellichtelijk de paniek toe, want de tijd tikt door. Dus ik dacht, ik ga toch maar even bellen. En dan heb je toch in het college zo'n aantal mensen. Ja, de ene bel je voor dit, de andere bel je voor dat. Nou, op het moment dat ik wat oriëntatieproblemen had in het begin, was Peter in ieder geval een beetje mijn loods door de gemeente Stijn. En ik vergeet nooit dat hij zei van, ik vind de weg niet. Ik heb Sanderboutlaan, maar ik sta in een industriegebied. En toen vroeg hij, wat ziet u? Nou, ik heb een redelijke beschrijving gegeven van wat ik zag. Nou, ik zag natuurlijk vooral industriegebied en ik zag een bouwmarkt en in ieder geval geen kerk. Dus daarop zei Peter tegen mij, ja, burgemeester, weet u, de vader van Jezus was wel een timmerman. Maar niet bij de bouwmarkt, u zit in Elslo en u moet naar Stijn. Dus vervolgens hebben we toch maar besloten het contact even in stand te houden. En heeft hij mij vanuit Elslo helemaal door Stijn naar de kerk geloodst. Zodat ik daar in ieder geval op tijd zou aankomen. En ja, goed, hij heeft er nu nog steeds heel veel plezier van dat hij dat heeft mogen doen. Heeft me dat ook een aantal keren toch even in herinnering gebracht. Op het moment dat ik dat dreigde te vergeten. Maar er waren natuurlijk ook momenten, meneer Salde, dat u de weg een beetje kwijt was. Toch? En toen was ik heel erg blij met een burgemeester die het wel nog wist. Maar dat wil ik dan ook vanavond maar even gezegd hebben. Want wij waren vrij recent op een VNG-congres, dames en heren.
En op enig moment moet je natuurlijk dan toch naar het hotel lopen. En dan hebben we gelukkig, zeg ik, ook een griffier die altijd goed op de raadsleden let. En als burgemeester heb ik het goede gewoonte om dan toch maar als laatste naar bed te gaan, te kijken of iedereen ook binnen is en mooi in bed ligt. En meneer Salde, u sprak toen in ieder geval, de griffier haalt het vandaag nog aan, hele gedenkwaardige woorden tegen de griffier. Hij zegt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hij zei, hallo grote smurf. Is het nog ver? Dat was een van de momenten dat de heer Salde de weg kwijt was. Maar er waren meer momenten, toch? Ja. Weer een VNG-congres. Ja, ik kan er niks aan doen. Het zit toch meestal rond het VNG-congres. Dan hebben we de goede gewoonte om te gaan carpoolen. En ik heb dan het voorrecht om in ieder geval bij de heer Salde te mogen meerijden. Denk dan altijd van, dan kom je mooi op tijd. En dan kun je in ieder geval nog even genieten van de omgeving alvorens de rest gaat plaatsvinden. Een paar jaar geleden moesten we naar Apeldoorn. En het hotel was geboekt. En ik stapte in en we vroegen, heb je het goede adres ingetoetst? Ja, geen probleem. We reden richting Eindhoven. We vonden dat allemaal vreemd. We zeiden, ja, als wij normaal gesproken die kant op gaan, dan pakken we een hele andere afslag. Waarop Peter zei, ja, maar goed, dat ligt er maar net aan de welke kant van Apeldoorn dat je moet zijn. Goed, en dan geloof ik dat. Want nogmaals, mijn oriëntatie is min 100. Dus dan vertrouw je helemaal op de chauffeur. Dames en heren, wij stopten op enig moment voor een hotel. Meneer Koumans, u weet het ook nog. Want u ging meteen naar binnen en zei gelukkig, laat de koffers maar even liggen, lijkt mij beter. We zijn dan naar binnen gegaan en ik moet zeggen, die dame van de receptie, die werd eerst wit en toen werd ze rood en toen werd ze helemaal benauwd, want wij melden ons en zeiden, we hebben een kamer gereserveerd. En ze vroeg, welke naam? En meneer Salde voerde natuurlijk het woord en die zei, gemeente Stijn. Nee, zei die mevrouw, niet. VNG. Ook niet. Burgemeester Leurs. Ook niet. Ik heb rondgekeken, zeg Peter, we zitten in Amersfoort. Wij zaten dus wel in een hotel van de keten, maar niet in Apeldoorn, maar in Amersfoort. Uiteindelijk waren we nog net voor het diner ter plekke, hè. Het heeft er wel in geresulteerd dat we natuurlijk de laatste keer toen we gingen, kunt u zich voorstellen, dat wij gezegd hebben, Peter, op het moment dat jij achter het stuur gaat zitten, gaan wij alles controleren. Want we willen natuurlijk wel op tijd ter plekke komen. Dat waren ook een paar momenten, die wou ik toch ook maar vanavond even benoemen. Ja, Sinterklaas. Het wordt een avondvullend programma als we al die momenten gaan memoreren waarop u toch een beetje de weg kwijt was. Dat gaan we maar niet doen. Want in ieder geval heb ik ook in die tijd en ook naderhand als raadslid, ik denk dat ik ook spreek namens het hele gemeentebestuur, u mogen ervaren als iemand die heel vriendelijk en behulpzaam was. Altijd overwegend, zeg ik in ieder geval, goede zin. Dat is toch ook prettig, dat op zijn tijd een grapje. En iedere begroting, en we zullen dat gaan missen, misschien dat uw opvolger daar dadelijk in kan voorzien. Wij wachten iedere keer op het moment dat de motie kwam rondom de hondenbelasting. We hadden daar wetenschap over lopen natuurlijk in het college van, hoe laat komt die? Niet meer of die kwam, maar alleen hoe laat. Maar ik begrijp, de heer Stegel de vingers op, hij gaat hem overnemen. Dat was zo'n moment dat hij in ieder geval voor de viervoeters in de gemeente Stijn. En daar heb je natuurlijk sowieso, het is een grote hobby van u om daarmee om te gaan. Dat was altijd een moment. En gedenkwaardig is ook, en daar zijn nu nog mensen in huis over bezig, momenten die het had over de taxholiday. Ik moet zeggen, dat heeft wel wat hoofdbrekens gekost. Want daar liepen de meningen wat over uiteen, wat daar nu de bedoeling van was. Maar goed, dat zijn in ieder geval ook momenten die wij ons zeker zullen kunnen herinneren. En ja, goed, op u wacht nu een hele mooie nieuwe uitdaging. U mag nu in ieder geval wethouder zijn in de gemeente Onderbank. U mag een klus gaan klaren waarvan ik denk, ja, die is gewoon super de moeite waard. Want er speelt een herindeling. Dat is natuurlijk iets wat niet iedere wethouder mag meemaken. Ik heb net al gehoord dat er in ieder geval ook een aantal pittige dossiers liggen. Ik zeg maar altijd zo, ja, als ze er liggen, dan kan het alleen maar beter gaan. Vertel ook vooral dat het door u komt. Dat is een tip die ik geef op het moment dat het beter gaat. Vertel het vooral, kom door mij. En
Wij willen in ieder geval u heel hartelijk bedanken voor uw inzet voor de gemeente Stijn. U heel veel succes wensen, ook in onderbanken. We zullen u natuurlijk toch via de zijlijn een beetje blijven volgen. En u ons ook, denk ik. En we wensen u in ieder geval heel veel succes verder. En zeggen u heel hartelijk dank voor uw inzet. En daar hoort natuurlijk iets bij. Kijk, een aantal zaken hebt u al gehad. Het lintje hebt u al ontvangen. Maar we nemen toch ook altijd afscheid met een bronzen legpenning. Die hebben we ook voor u laten graveren. Ik denk dat altijd een mooi aandenken toch, als u weer terugkijkt op deze tijd als raadslid in de gemeente Stijn. Ik wil u die graag uitreiken en natuurlijk voor de echtgenoot, want u was hem al een hele hoop kwijt. U bent hem nu nog meer kwijt. In ieder geval als dankjewel voor al die uren dat Peter bij ons mag zijn. Ook voor u een bloemetje. Heel hartelijk dank. Dames en heren, kijk heel even rond of er misschien nog fracties zijn die even het woord zouden willen voeren, want daar wil ik natuurlijk ook gelegenheid toe geven. Ik geef het woord aan de heer Klaas van de fractie DOS. Ja, voorzitter, heel kort. U zei het zelf al, en de heer Zalde zit sinds 1998 in de Raad en was wethouder in die periode. En in mijn fractie zitten een aantal mensen, waaronder ik zelf, die de hele periode samen met de heer Zalde hebben meegemaakt. We waren het niet altijd met elkaar eens, Peter, maar vaak ook heel wel. Dat is gewoon zo. Maar dat hoeft ook niet in een gemeenteraad. Daar zitten we voor bij elkaar te discussiëren en te debatteren. Ik wil in ieder geval namens onze fractie gezegd hebben dat wij door de bot genomen altijd op een plezierige manier met jou hebben kunnen samenwerken en dat jij dat ook altijd op een heel ordentelijke en faire manier in onze ogen heb gedaan. En daar wil ik je voor danken en bovenal heel veel succes wensen in je nieuwe taak, want het zal geen gemakkelijke zijn. Dank u wel. Kijk nog mevrouw I. Peter, je gaat nu naar onder, of je bent al in onderbanken. En vanaf 2002 heb ik jou leren kennen als raadslid en ook als collega-wethouder. We hebben een leuke tijd gehad en natuurlijk ook een moeilijke tijd. En we zijn er altijd goed uitgekomen. We konden het ook vaker niet met elkaar eens zijn, maar we zijn altijd wel door één deur kunnen gaan. En ik wil je heel veel succes wensen en ik gun het je van harte in onderbanken. En natuurlijk, je bent niet weg. Je woont nog altijd hier in Stijn. Dus ik zal je nog wel regelmatig tegenkomen, ook op leuke momenten. Veel succes. Dankjewel. Het woord aan de heer Boers. Dank u, voorzitter. Ook namens de CDA-fractie wensen wij Peter natuurlijk veel succes en een hoop werkvreugde daar in onderbank. Ik heb wat collega's op het werk, die hebben me al het een en ander verteld. Dus ik denk dat hij nog minder thuis is dan hij al vroeger was. Dus in ieder geval veel succes. Dankjewel. Ik geef het woord aan de heer Koumans. Wel, voorzitter. Peter, we hebben mooie tijden gekend met jou als raadslid, fantastische tijd gekend als reddende wethouderingsperiode. 3 jaar lang hebben we heel wat doorgemaakt en goed afgesloten. We hebben ook minder goede tijden gehad. Ik kijk even terug naar de laatste formatiebespreking. Dat liep op het laatst niet zo lekker. Maar misschien vergeten we dat. Wij wensen jou in ieder geval fantastische tijd in onderbanken. Ik hoop dat het onderbanken goed gaat met jou. En we zullen elkaar nog wel eens spreken en wat dingen uitwisselen. Bedankt voor je inzet hier. Heel veel succes daar. Geef het woord aan de heer Van der Avert. Ja, voorzitter, ik wil toch als collega-liberaal, zullen we maar even zeggen, toch nog even wat zeggen. We hebben een boeiende tijd met elkaar doorgemaakt. En ik moet zeggen, ik vind het ook ontzettend leuk voor je dat je nu dit vervolg eraan mag geven. Dat is heel bijzonder. Gewoon, ik wens je er ook alle succes en het beste bij. We gaan je ook niet vergeten. En hoe kan dat dan, althans wat mij betreft? Iedere keer als ik hier langs die weg rijd en bij die immense rotonde kom,
dan weet ik wie hem daar heeft aangelegd. Die rotonde waar al die bussen overheen moesten. Ik wens je veel succes. Dank u wel. Kijk nog even naar de fractie CMB. De heer Meijers. En de voorzitter eerder al gezegd heeft, Peter, je hebt hier een behoorlijke tijd meegemaakt. We hebben ups en downs gekend. We waren het soms niet eens, soms helemaal niet eens. Dat zeg ik er ook maar bij. We hebben de nodige debatten op het scherp van de snijde gevoerd. Dat mag ook, dat hoort ook zo. In een democratisch proces. Maar desalniettemin was ik redelijk verrast toen ik in de krant las dat je toch benoemd werd als, of voorgedragen werd als wethouder in de gemeente Onderbanken. Een gemeente die zeker niet de makkelijkste is, dat zeg ik er ook bij. Ik ken er een aantal mensen die de politiek ook tot in de vezels hebben en dat ook benutten op een optimale wijze. Je krijgt een behoorlijke opdracht, heb ik begrepen. Het verkeerscirculatieplan, en dat draait, dat moet voor jou geen vreemde zaak zijn. Want je draaide toen om een zwembad ging ook behoorlijk rond. En die les die je toen geleerd hebt, zou je misschien nu heel goed van pas kunnen komen. Ik wens je in elk geval heel veel succes. Bovenal een hele goede gezondheid, want dat draait het om. Ook voor je vrouw. En wij volgen het op de voet en houden het nauwlettend in de gaten. U mag in ieder geval ook nog even wat zeggen. Ik vind het wel zo netjes. Het woord is aan de heer Salde. Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn laatste woorden hier in deze raadzaal. Nou, 20 jaar. Ik moet zeggen, dus best een hele periode. Ik heb met alle raadsleden altijd goed door een bocht gekomen. Altijd goed kunnen debatteren. Nogmaals, we waren u altijd met elkaar eens, maar dat hoef ik niet. Wel ook vaker op scherp van de snede, maar ook dat was best wel leuk, pittig. Toch leuke debatten gehad, leuke vergaderingen gehad, ook leuke uitstapjes gehad. En vooral de VNG-congressen. En ik vind dat jullie dat gewoon moeten handhaven. Ik heb er toen voor gepleit dat de raadsleden mee konden naar het VNG. Is toch een bijeenkomst waar je even elkaar anders leert kennen en waar je dan ook anders met elkaar om kunt gaan op een normale, andere manier als in de raadzaal. Nou, nogmaals, ja, ik ga nu in Onderbanken, of ik ben al bezig in Onderbanken. Het is een flinke klus, maar ik heb er wel zin in. Ik heb er ook echt, ik heb er zin in, behoorlijk zin in zelfs. En ik denk dat de gemeente Onderbanken vergelijkbaar is eigenlijk met de gemeente Stijn. Overal is politiek en overal moet je keuzes maken. Nou, dat gaan we daar ook doen. Ik dank iedereen voor de afgelopen jaren voor de samenwerking. En ja, ik wens jullie heel veel succes, ook met de nieuwe vergaderstructuur. Ik vond het in het begin nog even allemaal vreemd. Maar ik heb wel vertrouwen erin dat het wat gaat worden. In Almere zijn ze al een stuk verder. Daar hebben ze maar helemaal doorgevoerd. Nou, dat moet hier in Stijn. Hoe moeten wij dat ook kunnen doen? Ik ben hier in Stijn weg. En ik blijf jullie volgen. En ik zal ook de raadsvergadering blijven volgen. Dankjewel voor alles en succes. Ja, dames en heren, dan hebben wij daarmee in ieder geval afscheid genomen van de heer Salde. En kunnen we zo meteen de commissie van geloofsbrieven instellen, zodat wij over kunnen gaan daarna tot de toelating tot de raad van de heer Kramers en de heer Broersma. Betekent dat dus twee mensen de raad hebben verlaten, ook de heer Govers. Hij is vanavond niet aanwezig, maar ik denk dat ik ook het allernaam van u spreek om in ieder geval ook te danken voor zijn inzet voor de afgelopen jaren voor de gemeente Stijn. En we zullen in ieder geval griffier en voorzitter van de raad nog op een later moment op gepaste wijze ook even afscheid nemen van de heer Govers. Ik denk het goed is om dat even te vermelden. En dan kunnen we overgaan naar het instellen van de commissie van geloofsbrieven. En ik stel u voor om daarvoor te benoemen mevrouw Martens, mevrouw Julie Meijers en de heer Koumans. Gaat u daarmee akkoord?
En als dat zo is, zou ik de commissie willen verzoeken haar werk te gaan doen en dadelijk via de voorzitter verslag te doen van haar bevindingen. Dat betekent dat we even heel kort schorsen. Hoef niet de plek te verlaten, want ik denk dat de commissie... Nee, de commissie wel, maar de leden van de raad had ik het mee over. Schorsen we even kort. Dames en heren, ik vraag u aandacht voor mevrouw Martens die als voorzitter verslag zal doen van de bevindingen van de commissie. Het woord is aan mevrouw Martens. Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte voorzitter, leden van de raad. De commissie van geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer Broersma en de heer Kramers onderzocht. Ik kan u namens de commissie mededelen dat de commissie deze geloofsbrieven van beide heren in orde heeft bevonden. De commissie adviseert uw raad daarom te besluiten de heer Broersma en de heer Kramers toe te laten tot de raad van de gemeente Stijn. Dank u wel en gefeliciteerd. Dank u wel. En dat betekent dat ik op dit moment naar voren vraag de heer Broersma
en de heer Kramers. Ja, heren, daar staat u dan. Maar voordat we overgaan tot het afleggen van de eed en de belofte, wil ik toch even kort bij u bij de stilstaan. Als u mij dat toestaat. En u mag nee zeggen, maar dat doe ik het toch. Maar dat weet u al natuurlijk vanuit het verleden. Want ik krijg gewoon twee mensen terug in de raad waarvan ik eerder afscheid heb genomen. En ik heb me de vraag gesteld, wat maakt nu dat u zo graag terugkomt in de raad? Is het het werk van de raad of is het toch dat u dacht, ik heb wat kort met die nieuwe voorzitter kunnen samenwerken? Het zou natuurlijk zomaar kunnen, hè, dat u vooral het laatste dat doet terugverlangen. Maar als ik even kijk naar uw staat van dienst, meneer Broersma, u was inderdaad van 2010 tot 2014 al raadslid. Was toen ook fractievoorzitter voor de VVD. Ik heb dus met u al kennis gemaakt voordat aantal overgeleden van de raad dat hebben gedaan, want u zat ook in de vertrouwenscommissie. En vervolgens heb u mij bij binnenkomst ook een beetje wegwijs gemaakt in allerlei zaken van de gemeente Stijn, want ik heb toen raadsleden fracties gevraagd. Neem mij mee naar plekken die voor u bijzonder zijn. En dat mag zijn omdat ze heel mooi zijn, maar ook misschien omdat ze heel veel aandacht behoefden. Nou goed, een van de mensen waar ik toen mee op pad ben geweest was u. En nogmaals, we hebben in 2014 afscheid genomen, maar ik ben toch altijd betrokken geweest bij de politiek als burgercommissielid. Dus wat dat betreft ben u nog helemaal bij en hoeven we voor u eigenlijk helemaal geen inwerkprogramma te laten plaatsvinden. Ja, ik kijk er een beetje vragend bij. Ja, ik ben er met de griffier wel van uitgegaan dat we allrounders terugkregen. Dus ik zeg dat inwerkprogramma dat we normaal op de plank hebben liggen, dat hoeft deze keer niet. Ik krijg gewoon twee oude rot in het vak terug, want voor u geldt dat zeker. Want u was vanaf 1978 tot 2014 lid van de raad. En voor mij ook heel bijzonder, meneer Kramers, want u was de eerste aan wie ik destijds een koninklijke onderscheiding mocht uitreiken. En dat blijft toch ook altijd. Überhaupt een koninklijke onderscheiding is heel bijzonder als je die mag uitreiken als burgemeester, omdat mensen dan toch een dankjewel krijgen namens de gemeenschap voor hun inzet. Maar de eerste, ja, die blijf jij natuurlijk toch altijd heel bijzonder bij. En in die zin, ja, ontzettend fijn dat we in ieder geval tot maart, op zijn minst zeg ik even wat daarna gebeurt, weten we met z'n allen natuurlijk niet, weer van u mogen gaan genieten als raadslid. Ik wens u in ieder geval ook namens het gemeentebestuur daarbij heel veel succes, maar vooral heel veel plezier. Want ik denk ook dat dat belangrijk is. Het is wel leuk natuurlijk als je het ook ja, toch een beetje plezier kunt hebben van de dingen die je geheel vrijwillig ook toch, want uiteindelijk heb je gewoon vrijwillig ja gezegd, doet voor de gemeente en de gemeenschap Stijn. Ik ga over tot de beëdiging beginnen met u, meneer Kramers. U hebt aangegeven de eed te willen afleggen. Ik zal het eerste gedeelte voorlezen en op het eind geeft u aan, zo waarlijk help mij God almachtig. En daarna bent u officieel toegetreden tot de raad. Meneer Kramers, ik begin nu met u. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan mag ik u nu in ieder geval feliciteren en ik zou het fijn vinden als de partner ook even naar voren komt, zodat we haar ook even een bloemetje kunnen overhandigen, want u gaat nu in ieder geval hem vele uren missen, omdat hij dan bij ons zal moeten zijn.
Ik wil het geluid aanzetten, anders hoort niemand iets. U hebt aangegeven de belofte te willen afleggen. En ook voor u geldt, ik zal eerst het eerste gedeelte doen. Op het eind geeft u aan dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Proficiat. En ook nu zou ik mevrouw Broersma graag even naar voren willen hebben, dat we het bloemetje aan u kunnen overhandigen. Dames en heren, ik wil nu in ieder geval de leden van de raad ook even de gelegenheid geven om de nieuwe raadsleden te feliciteren alvorens we overgaan naar de agendapunten. Ja, dank u wel. En dan vraag ik zowel de heer Broersma als de heer Kramers om plaats te nemen op een plek in de raadzaal.
Goed, daarmee hebben we in ieder geval de heer Kramers en de heer Broersma formeel toegelaten tot de raad. Betekent ook dat we de agenda kunnen afhandelen, want we hebben nu weer iedereen die benoemd moet worden benoemd. Kunnen we overgaan naar agenda punt 3, vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 6 en 13 juli. Kijk even rond, vragen of opmerkingen. Anders is die akkoord en vastgesteld. Zal ik toch maar even tikken, anders heb ik nog helemaal niks getikt vandaag. Dat is ook zonde van de hamer die er ligt natuurlijk. De raadsvoorstellen toelating hebben we gehad. Gaan we over naar het raadsvoorstel vaststellen jaarrekening 2016 NV Theodora. Die was akkoord. Kunnen we overgaan naar het raadsvoorstel budget verhogen voor vluchtelingenwerk. Ook doorgeschoven naar de besluitvormende raad, dus ook akkoord. Mededelingen, lijst, ingekomen stukken, daar heeft zich niemand gemeld. En dat betekent dat we over kunnen gaan naar de sluiting. Dat ik u dank voor uw inzet en dat ik daarmee de vergadering ook officieel sluit. Dank u wel.